Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Vandaag gaan we naar Duitsland op vakantie in de meivakantie. En dan gaan we in de auto, gaan we daar op vakantie. En dan, daar in Duitsland. Hoi, ik ben nu in Duitsland en we gaan zo meteen naar het hotel. En er zat ook een draak op ons dak, dus dat is wel nieuw. En we zijn bij Heidepark. Het is een leuk hotel. En het is een piratenthema en dan gaan we zo naar binnen. En dan gaan ze spullen in de hotelkamer doen. En dan zie ik zo in het park. Dus tot zo. We zijn nu in een van de attracties met Figo. Hoi. En met ik en met Pelle. En met mijn vader en moeder. En we zitten nu in zo'n hoge trein dinges. Dit is mijn eerste keer dat ik 7 ben in het waterval. Ben je kwijt? Ja, weet ik. En we gaan zo meteen nog naar een andere attractie en dan ga ik weer opnieuw filmen. We staan in de winkel en Pelle is heel raar en dat moet ik later wel even zien. Met een draakje, ah ja! Een draakje. Ja, Draai eens om. Een staart. Een kipje. Ja, kom maar. We zitten nu in zo'n klein treintje. Ik en Pelle. En Figo op de achtergrond. En we gaan nu naar een ander station op dit park. Eerst waren we in deze geweest. Dat is een soort van achtbaan. Voor kleine kindjes. Want ik ben ook een klein kindje. Daar zijn we net in geweest. En nu gaan we naar het volgende station. Dus tot zo. We waren net in de Hoetemien draakattracties. En die zijn best wel cool en zo. Eentje, dan moet je liggen. En die laat ik zo ook wel even zien. En ook eentje, dat is een beetje kinderachtig voor mij hoor. Maar ik kreeg gewoon in om voor mijn broertjes. En nu gaan we in zo'n monorail. En nu wachten we alleen even op. Dat is die attractie waar je moet liggen. En die gaat zo meteen omhoog. We zitten nu in zo'n klein treintje. Ik en Pelle. En Figo op de achtergrond. En we gaan nu naar een ander station op dit park. Eerst waren we in deze geweest. Dat is een soort van achtbaan voor kleine kindjes, want ik ben ook een klein kindje. Daar zijn we net in geweest. En nu gaan we naar het volgende station. Dus tot zo. De trein is net gestopt, we stappen nu even uit. We zijn nu aan het treintje en we gaan nu naar een auto toe. Die je zelf kan besturen. Dus daar gaan we nu naartoe. Dus het duurt nog eventjes. Mijn Pelle is nu alvast aan het rennen. Maar ik loop er nu naartoe. Mijn Pelle is een beetje raar, dus ik laat het wel even zien. Pelle is aan het raar doen. Dat zie je, hij gaat op een trein zitten. We zijn nu weer in het hotel en nu gaan we zoeken naar de kamer. En we zijn nu bij de receptie. Dus dan gaan we zo naar onze kamer. Laat ik zo wel de kamer zien. Oh ja, we zijn nu in het hotel en we gaan zo meteen in onze kamer. 1, 2, 4. We gaan nu de deur open doen. En we hebben een hotel. En hier zijn de bedden. Dubbelbed. En dan hier ook nog een dubbelbed. En dan gaan we nog verder lopen. Hier is een mooie kast. En dan is hier een mooi spiegel. En dan hier is een tv. En daar is Pelle. En hier is het bed van mijn ouders. En dan is hier de dinges, douche. En dan hier de wc. En dan hier de dinges. De dinges, ja. En dan hier is ook spiegel. En dan gaan we nog verder. En dat is eigenlijk onze kamer. En we hebben uitzicht op het park. Nou, niet dus. En dan hebben we de achtbanen. En daarachter nog ook een houten achtbaan. En dan en daar nog een toren. Die valt heel snel naar beneden. Maar die is nu dicht. En morgen gaat het park ook dicht. Dus dan kunnen we morgen niet naar het park. Dus dan gaan we in onze kamer gaan we dan chillen. Dus ik ga nu de video editen. En dan upload ik hem. Dit is het einde. En doe alvast een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan kan je nog meer van deze vlogs verwachten in Duitsland. Dus tot.
tot morgen.